Deze nieuwsuitzending is voor het slapen gaan. En hij gaat over Alan Watt. Een watt, dat is een joule per seconde. Dus je hebt lampen van 60 watt en 100 watt. Het is wat op zijn Nederlands, maar dan met twee T's. Twee keer Theodor. En dan Alan, of Alan op zijn Nederlands. Alan Watt. Hij heeft een website en die heet cuttingthroughthematrix.com. Alan Watt, hoe hij het voor elkaar krijgt, weet ik niet, maar hij is al heel lang bezig. Op zijn website, Cutting Through the Matrix, snijden, of nee, het hakken door de matrix. Through, op zijn erg, look it up. Cutting, met een C. Through, dat is T-H-R, en dan O-U-G-H. En dan the, dat is T-H-E, en dan matrix. M, en dan matrix, so. Met een X op het einde. Dat kan. Die heeft daar duizenden uitzendingen op staan. Wauw. En het mooie is aan Alan Watt. Dat hij. Hij heeft een beetje. Ja. Hoe ik zeg. Hij doet niet aan stemverheffing. Hij blijft steeds op dezelfde frequentie zitten. Zo bla 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 bla. Hello folks, my name is Alan Watt. En op het einde zegt hij dan, and from Ontario, I say goodbye, of zo. Oh ja, en zijn laatste frase is altijd, may your gold or golds be with you. Ja, dat is pikant hoor. Vooral die laatste frase, hè? May your God or gods be with you. Dus, mogen je God of je goden je bijstaan. Ja. En dat laatste met het gods, dat wordt hem in christelijke kringen niet in dank afgenomen. Christenen, net als de Joden, die houden zich aan, of die geloven, die begrijpen, die bevatten, dat de 10 wetten van Mozes, ja, dat is basis. De wetten van Mozes is basis voor dat wat de basis is. Natuurlijk is de basis, de echte basis, dat gaat eraan vooraf. Alan Watt doet ook niet aan bijbellezen of zo. Die legt geen connecties tussen het boek Openbaring en het boek Daniel en de hedendaagse maatschappij. Dat doet hij niet aan. Friedrich Nietzsche deed er ook niet aan. En Alan Watt blijft net als Friedrich Nietzsche of Schopenhauer of Kant. Die loopt niet te zeiken over de Bijbel. Dat waardeer ik. Alan Watt weet dat de Jezuïeten een belangrijke, smerige rol spelen. Dat weet hij. Maar Alan Watt is dan meer van de connecties. Hoe het qua systeem in elkaar zit. Zijn belangrijke groep is de. Of het. Koninklijk Instituut voor de. Even kijken hoor, internationale betrekkingen. Het Koninklijk Instituut voor de. Internationale betrekkingen. En dan kan je hem al voelen hangen, hè, waar die jokers het over hebben. Is het de Engelse term
Het is Brits hoor, we zitten in Londen. Dat is de Royal Institute of International Affairs. Maar die hebben een Amerikaanse tak. En die heet het Concilie van de Buitenlandse Relaties. Het Concilie der Buitenlandse Relaties. Dan voel je hem ook al hangen, hè? Toch of niet? Op zijn Engels is dat The Council on Foreign Relations. Die fameuze uitspraak van Hillary Clinton, die toen minister Huppeltje Pup was, buitenlandse zaken. Zo. Ja, we zijn blij dat de Council on Foreign Relations, dus het concilie van de buitenlandse relaties, dat die een nieuw kantoor hebben opgericht vlak bij het parlementsgebouw. Want dan hoeven wij niet zo ver te lopen om te horen wat we moeten doen. Ja, dan weet je anders al. En dan wat ze aan het doen zijn, het is merkwaardig. In die zin, het is waardig om het op te merken. Als je het niet kan opmerken, dan ben jij onwaardig. Dan ben je gewoon kanonnenvoer. Ja, dat is merkwaardig. En deze uitzending is ter ere van hem. En ik probeer dus net zoals hij te spreken. Over de puinhoop. Want het is geen grapje. Er is zo'n verhaal de wereld ingeslingerd over dat lemmingen, dat is een rodent, een knaagdier op zijn Nederlands. Dus een knaagdier. Vier van die pootjes en zo'n snuit en een staartje. Een lemming. En dat die dan in tijden van overbevolking, dan hollen ze met z'n allen boven op een hoge rots en dan vallen ze daar vanaf en dan donderen ze allemaal in de zee en verdrinken ze. Zo'n collectieve zelfmoord. Dat verhaal is helemaal niet waar. Dat heeft iemand ooit opgeschreven. Want dat doen ze. Hè? Dat verhaal van Charles Darwin is ook helemaal niet waar. Dus even over die lemmingen. Het is helemaal niet geconstateerd dat lemmingen dat doen. En waarom schrijven ze dan zo'n verhaal? Nou, wat denk je? Hè? Het Koninklijk Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen. Wat heb ik aan buitenlandse betrekkingen? Ik kan een prima Italiaanse betrekking hebben in die zin dat ik dan van die hele gekke kaas koop met van die maden erin. Ongelooflijke kotskaas. Van rauwe melk gemaakt. Ja, dat kan een buitenlandse betrekking zijn. Ik heb ook pens gegeten uit Italië. Dat kon hier in Nederland, zo'n adresje. Heerlijke pens, man. En dan een goede Lambrusco erbij. Dat is lekker, hoor. Pens, olijven en Lambrusco. Nou, dan heb je geen knekkers nodig, hoor. En dat is mijn buitenlandse betrekking, lijkt mij. Ja. En voor de rest buitenlandse betrekkingen. Ja, sorry. Tussen wie? Hoe mijn buitenlandse betrekkingen zijn. Oké. Ik heb al gekeken naar Britse humor. Dat is Monty Python's Flying Circuses. Flying Circuses. Terry Gilliam en
Wie ook weer? John Cleese en Michael Palin. Wat die andere nou? Die heel grappig uit de hoek kon komen. Betrekkingen met Amerika. Tom Petty. Ik heb meerdere platen, cd's van Tom Petty en de Heartbreakers gekocht. Nou, dat is toch prima? Ja. Ik heb helemaal geen moeite met mijn buitenlandse betrekkingen. Ik heb hier een gitaar van Gibson. Die komt uit Amerika. Ja, nou. Dus mijn buitenlandse betrekkingen zijn uitstekend, hoor. Ik heb ook een Fender gitaar. Een Fender Stratocaster. Die komt ook uit Amerika. En mij hoor je niet klagen, hoor, over de buitenlandse betrekkingen. Kaas uit Frankrijk. Jeetje, wat ik niet aan Frankrijk heb betaald voor de kaas en de wijn. Ja, die Fransen die mogen mij dankbaar zijn voor al mijn geld. Met mijn buitenlandse betrekkingen is niks mis. Nee, deze buitenlandse betrekkingen, waar het Koninklijk Instituut voor de Buitenlandse Betrekkingen voor gaat, met een afdeling, het concilie van de buitenlandse relaties. De relatie met de buitenlander. Oei. Het zegt me helemaal niks. En dat verhaal van Darwin, daar kan Alan Watt ook uren en uren over doorzagen. Nou, je moest eens weten wat die familie geschreven heeft. Zijn neef van Charles Darwin. En die heeft een boek geschreven. En dat heet De Volgende Miljoen Jaren. The Next Million Years. Look het even up op het internetje. Download die PDF of zo. Of je kan het ergens nog kopen als e-book op Amazon. Of je doneert aan Alan Watt. Je kan doneren naar hem. Hij heeft allemaal donatiemogelijkheden op zijn website staan. Ja, dan doe je een donatie en dan stuur je een e-mail. En dan zeg je van, mag ik een kopietje van The Next Million Years? En dan zorgt hij daar wel voor. Dat zijn de mensen die vallen onder het cluster B. Een cluster B, dat is van de DSM. De DSM is de Diagnostics and Statistical Manual. Vandaar DSM. Het gaat over de klassificering van geestesziekten. Nou heb ik zelf een groot probleem met het begrip geestesziek, oftewel psychopathie. Het is in elk geval waar dat er mensen zijn die hebben een gedragspatroon en dat kan je klassificeren. Cluster A, dat zijn de foben, heet dat? De angstigen. Arachnofobie valt eronder. Spinnenangst. Of angst voor spinnen. Nou, dat slaat nergens op, want waarom moet je bang zijn voor een spin? Die spin die is op zoek naar een heel klein mugje. En er zijn mensen dan bang voor. Je hebt ook pleinvrees. Die mensen zijn bang voor open ruimtes. Ja, je smetvrees heb je ook nog. Nou, cluster B, dat is daar kom ik zo dadelijk op terug. Dat is de belangrijkste cluster. Want kijk, een foob, iemand die bang is voor van alles en nog wat, ja, laat hem met rust, dat snap je wel. Een foob moet je met rust laten.
nergens mee naartoe nemen. Want ja, voor hetzelfde geld komt er een spin over tafel kruipen. Ik was laatst op het terras bij de Brigant. Moeten jullie ook een keer naartoe. De Brigant in Arnhem. Vlakbij het Rembrandt Theater. Zo'n bioscoop. Ja, je vindt het zo. Apeldoornse weg, waar die begint. De Apeldoornse weg begint in het centrum van Arnhem. Dus... Nou, daar zit het. Daar zat ik op het terras. En allemaal jonge mensen. En daar staat er een boom. En die zit onder de eikenprocessie rups. Die rupsen die zijn giftig. Die hebben gift. Die naaltjes. Ja, daar krijg je rode plekken van, hoor. En er kruipt zo'n eikenprocessierups. Die kruipt langs de tafel waar we zitten te kletsen. En daar wordt alleen maar naar gekeken. Van, hé, een eikenprocessierups. Waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij naartoe? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? En niemand is bang. En waarom? Iedereen weet, daar gaat niet iemand een steelpan pakken om de eikenprocessie rups te vernederen tot een plasje murrie. Want dat is doden en dat doen ze daar niet. Nou, er zit gewoon een eikenprocessie rups op onze tafel. Ja. Nou, pas op voor dat beest. Maar ja, dat is niet een fobische reactie. Het is alleen maar van, ja, raak hem dat beest niet aan. Ja, laat hem met rust. Kijken wat hij gaat doen en goed in de gaten houden waar hij zit. En dan ging hij onder tafel. En dan zei ik ook van, waar is hij nou gebleven? En dan zei die iemand naast mij, ja, hij zit onder de tafel. Oh, zit hij daar. Maar die gaat wel weer een keer weg, hoor. Maar een foop die kan helemaal over het theewater gaan koken. Hè? Dus een foben moet je met rust laten. Dus het beste is denk ik om ze in een cel te stoppen. Net als in een klooster. Een totale rustige omgeving. Niks, geen dingen. Een smetvrees, in een cel heb je daar geen last van. Je krijgt iedere dag een emmer met water en een doekje. En dan mag je je hele cel schoonmaken. Je krijgt een stofzuiger, dan mag je nog in de hoek gaan zuigen. Al je oude huidcellen, cellen moet je zeggen. Maar al je oude huidcellen die eraf geschilferd zijn, die zuig je in de stofzuiger. Een foop moet je niet meenemen naar een gelegenheid. Met van alles. Je weet het niet. Je gaat naar een feest. Ja, en zijn daar spinnen? Ja, misschien wel. Bij de Brigant. Mijn vriend Wim. Wim Kruidentuin. Iedereen kent hem. Mijn vriend Wim, die doet tuinonderhoud. Uit liefde. En bij de briganten worden niet, daar hebben ze geen geld voor tuinonderhoud. Maar Wim vindt het leuk om daar te zijn. Het is voor hem een huiskamer. Dus die gaat eventjes tuinonderhoud doen. En die ziet wat en denkt, oh, daar loop ik even naartoe. Ja, en die eikenprocessie rups of zo, die had bij die bomen, er zat... Als ik het goed heb, hoor, maar ik ben niet zo'n biologisch expert in de praktijk. Hè? Maar er zat een hele, ja, een soort van, als een suikerspin. Zoiets, allemaal van die draadjes. Van die slijmerige, en dat was één grote ding geworden. En Wim die liep er dwars doorheen. Met blote schouders, gewoon zonder petje. Nou, hij liep er gewoon dwars doorheen. En zei dus een jongeling van, hey. Jij liep net door die wolk met draden. Heb je daar geen last van? En Wim zegt zo... Nee. Ik? Waarom? Helemaal nergens bang voor, man. Zo.
Dan heb je, dat is cluster A, dat zijn de foben. Die moet je met rust laten. Geef ze een cel. Een kleine, makkelijk schoon te houden omgeving van alle gemakken voorzien. Zoals een bed en een stoel en een tafeltje. En wat schrijfmateriaal, tekenmateriaal, zeg het maar. Lekker tot rust komen, man. Heb je cluster C. Dat gaat over psychoten. En dat zijn mensen die, dat zeg je op je Nederlands, dat is een gezegde, die zien ze vliegen. Ze denken dat er van alles aan het gebeuren is, terwijl er niks gebeurt. Je zit ernaast en dan zeg je, oh, er gebeurt dit en er gebeurt dat en er gebeurt zus en er gebeurt zo en oh, 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 oh. Het heet het verbinden van de punten, het connecting the dots, maar dan in het wilde weg. Dan heb je allerlei vormen onder. Hè? Die mensen die interpreteren de werkelijkheid op een manier waar ze helemaal ja, bang van worden. Dat dan weer wel. Dus een foop is daadwerkelijk bang voor een spin. Als er een spin binnenkomt. En... Maar een psychoot die wordt bang van niks. Die ziet ze echt vliegen. Ik voel spinnen hier. Er is hier een spinnenatmosfeer. En dan kijk jij in de rond en denk je, ja, ik zie geen enkele spin. Maar die persoon bedoelt dan dat die spinnen ervaart. Die heeft een spinervaring. Terwijl er geen spin in de buurt is. Dat zijn de psychoten. En cluster B, dat is dan de tweede cluster. Daar wordt het echt vervelend. Een psychoot, ja, kom op. Die moet je met rust laten. Ja. Meer niet. Zo min mogelijk indrukken geven. Dus net als een foop moet een psychoot in een cel. Geen indrukken. Ja. Dan kan je ze ook niet zien vliegen. En qua dieet, ja, water en brood. En een appel elke dag. Water, brood en één appel. Alsjeblieft, smakelijk eten. Geen suiker. Geen alcohol. Geen indrukken. Net zolang tot ze tot rust gekomen zijn. De behandelingsmethode is dus hetzelfde... als voor de foben. En ik heb het over de indeling volgens de DSM. Maar dan komt cluster B en daar heeft Alan Watt het de hele tijd over. En die heette de psychopaten. En psychopathie betekent niets meer dan... want psychos is geest en pathie is ziekte. Geesteszieken. En de psychopaten onderscheiden zich van de foben en de psychoten in die zin dat foben en psychoten, die zijn ongevaarlijk. Die doen je geen kwaad. Die kunnen uit hun dak gaan, die kunnen helemaal lopen krijsen, maar ze doen niemand kwaad. Cluster B mensen... psychopathie, die doen andere mensen kwaad. Met opzet. Die zijn immoreel, per definitie. En ik weet hoe dat zit, ik weet het. Alan Watt die heeft het erover wat die psychopaten uitvreten. Ja,
Dat is, een bron van kennis, die man. Die weet precies wat de psychoten, nee, de psychopaten, sorry, wat die psychopaten hebben uitgevraagd. En wat die psychopaten doen, is ze maken ons, ze houden onze geestelijke ontwikkeling tegen. Dus overal waar maar iemand begint te leren, dan komt er een afleidingsmanoeuvre. Van joh, dat zeg je nou wel, maar... En dan kom je een of ander bullcrap verhaal tegen. Zoals global warming. Er is helemaal geen global warming. En iedereen... Ja, die, ik snap de mensen dan zelf ook niet hoor. Want hoe kom je erbij dat er global warming is? En even terug, want dat is ook een favoriete van Alan Watt. Darwin, Charles Darwin. Die neef van hem heeft dat boek geschreven, The Next Million Years. En dan zie je een voorspelling van de maatschappij die we nu hebben. Dit is allemaal gepland, wat we nu hebben. Dat klopt van A tot en met Z. Het is een plan, het is een agenda. Waar voortdurend aan gesleuteld wordt. En ze doen alleen aan kleine veranderingen. Want anders, als ze grote stappen zouden zetten, dan zouden wij het in de gaten krijgen. En dat is niet de bedoeling. Ze moeten opereren in het geheim. Daarom wordt ook gesproken over de secret cabal. Of de geheime genootschappen. Ze opereren in hele kleine stapjes. Terwijl ze hun gebouwen, ja, die staan openlijk. Je kan, op Yale University, dus de universiteit van Yale, met een Y. Daar staat een gebouw. Het heet de grafkelder. Ja, dat staat daar open en bloot. Een gebouw zonder ramen. Nou, je moet weten wat ze daaruit vreten, man. Dat doen ze open en bloot. En wij hebben het niet in de gaten, omdat de stappen die gezet worden, die zijn verdeeld over meerdere generaties. Dus zij denken in stappen van 20 jaar. Dus die generatie van, ja, eigenlijk van mij. Ik ben geboren in 1959. En in de jaren 60, moet ik zeggen. In de jaren 60 had je dat gekke gedoe met, we zouden naar de maan gaan. Terwijl, waarom ga je naar de maan? Ja, snorrie hoor, maar ik zou het echt niet weten. We zijn er volgens mij ook helemaal niet geweest. Ik ben in Turkije geweest en ik heb allemaal foto's als bewijsmateriaal. Mijn dochter zat op een kameel. Daar heb ik een foto van. We zijn op een boottocht geweest. En toen heeft mijn dochter met een duikbril dinges, en zwemvliezen, heeft ze onder water gezwommen tussen de vissen. Daar heb ik een foto van. Ja, dat kan hier in Nederland niet. Dat was Turkije. Dat was Bodrum. Ik heb bewijsmateriaal dat ik naar Turkije ben geweest met mijn dochter. Ik ben ook nog gearresteerd op Schiphol. Er is nog een dossier van. Dus dat... Alles bij elkaar, want ik ben dus gearresteerd op Schiphol. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik ben weer vrijgelaten. Mijn moeder was pissed off. Mijn dochter was pissed off. En mijn stiefvader was pissed off. Nee, het is een leuk begin van je Turkse vakantie. Hè? Dus ik ben in Turkije geweest. Want ik heb bewijsmateriaal. Maar er is geen bewijsmateriaal van een maanbezoek. Slechte filmpjes. De rest helemaal niks.
in die jaren, jaren 60, toen hebben ze drugs in de markt gebracht. En zijn ze begonnen met hun oude agenda en die heet vrije liefde, vrije seks. Ah, dat werd leuk, jongen. Zo. Iedereen vrije liefde, vrije seks. En dan kreeg je ook damslapers. Er gingen mensen met een slaapzak naar de Dam in Amsterdam. Daar staat een monument. Het is een soort obelisk, denk ik. En dan gingen ze op dat plein allemaal liggen. En dan, je weet wel wat er gebeurt. LSD erbij. LSD was de drug van die dagen. LSD, daar kan je zo om haken. Dus geen enkel probleem. Kost geen drol. Een euro de gram. Denk ik wel. Zoiets. Maar je hebt van LSD maar heel weinig nodig. Dus een LSD-trip, dat is ongeveer 1 eurocent. Productiekosten. Het goedje maak je zo. Maar dat was natuurlijk verboden. Dus aan de ene kant gaan ze het gebruik van LSD verbieden. En aan de andere kant gaat dezelfde partij, die het gebruik van LSD verbiedt bij wet. Waarom zou je het verbieden überhaupt? Huh? Als iemand LSD wil gebruiken, ja, is dat mijn interesse? Nee, helemaal niet. Ik wil wel een keer meedoen. Dat vind ik wel geinig. Even op internet kijken wat de effecten zijn. Je moet geen LSD nemen als je, net voordat je in de trein gaat stappen op weg naar je werk. Ik zou het niet doen. Ik ga 120 kilometer met de trein. In zo'n trein met zo'n... van die Canadese maatschappij. Dat is de Intercity. En dan neem ik van tevoren even een 0,1... gram LSD. Maar ik zou het niet doen. Dat goedje dat blijft uren in je lichaam. De hele waarneming die gaat ondersteboven, man. Maar goed, dat wordt dan verboden. Dan denk ik, ja, waarom? Je hoeft alleen maar tegen mensen te vertellen van als je dat goedje in je mix stopt. Het blijft uren in je lichaam. Een trip kan... Ik denk dat er gevallen bekend zijn van mensen die 3 dagen geen normale waarneming meer hadden. Dan lopen ze door een straat en dan zien ze een huisnummer. En dat bordje met dat nummer, dat horen ze. Ze horen letterlijk 13. Ze denken van wat? Zo werkt de LSD. Ja, hebben ze dan verboden. En aan de andere kant hebben ze de LSD op de markt gezet. Hier heb je het, verkoop maar op straat. Ze hebben ons aan de drugs gezet. Deeltjes gemaakt. Met de straatdealers. Ja, waarom niet? Dat is echt heel makkelijk, hoor. Je organiseert een whisky party. Je geeft al die jongens een glaasje whisky. Of je neven. Ja. En dan laat je het goedje zien. En dan spreek je een hele mooie inkoopprijs af voor die jongens. En dan vertel je ze waar ze dit voor kunnen afrekenen op straat. En daar leg je dan 20 euro verschil tussen. Het maakt niet uit. Ja. Want het goedje is verboden namelijk. Ja? Dus dat verbod op LSD verhoogde de straatwaarde. Dat is de truc, man. Deze lui zijn echt heel slim in het bespelen. Nou, en dan erbovenop vrije liefde, vrije seks. Ja. En wat gebeurde er toen met de Nederlandse samenleving? Toen dat gedachtegoed hier kwam. Ja, vrije liefde, vrije seks. Iedereen knetterstapt.
Oh ja, en toen op de Dam, hè, toen ze daar gingen slapen met z'n allen. Ja, allemaal knetterstoond van de LSD. Want waarom ga je anders op het Damplein slapen? Tegenover het paleis op de Dam. Wat moet je daar? Waarom ga je niet slapen in Heer Hugo Waard? Op dat veld van die ene boer? Waarom niet buiten? Waarom niet naar buiten toe? Nee, we gaan in het centrum van Amsterdam. Gaan we hippie slapen. Wel hippie dinges was dat, ja. En toen hebben die lui hebben daar de marine, mariniers op afgestuurd. Van opruimen die handel. En een camera's erbij. En al die Nederlanders helemaal blij. Van nou, mooi zo. Al die luizige mensen die daar liggen te slapen. Op het Paleisplein. Wegwezen ermee. Oh ja, langharig tuig werd het wel genoemd. Zo werken ze. En dan creëer je een dualiteit. Dan maak je filmopnamen van mensen die ja, aan zich niks doen. Ze slapen op het Paleisplein, rondom het monument van Paleis op de Dam. Rondom de obelisk, that's it. Stel ik je idioten natuurlijk. Maar het mag, toch? Waarom zou dat niet mogen? Dat denkt de ene deel der natie. De andere deel der natie denkt van ja, hallo. Het gaat wel om het centrum van Amsterdam. Vlak voor het paleis. En ja, er komen ook toeristen. En ja, ik zelf ook met mijn kind. En ik vind het er niet uitzien. Het is vies en slordig. Ja, dat wordt veroorzaakt. Er wordt op aangestuurd. Dat doen ze. En dat is een agenda. De bedoeling is om ons zo ja, stom mogelijk te houden. En ons te laten kijken naar dingen die er niet toe doen. Want wat maakt mij het uit dat iemand LSD in zijn mik stopt. En die gaat een of andere vrouw lopen, wipperen. De slaapzakken aan elkaar ritsen. Een soort Occupy was het, denk ik. Ja. Maar zonder niks. En Occupy vond ik ook helemaal niks. Ik heb het hier in Arnhem meegemaakt. Maar... Dat is leuk voor even. Ik weet nog dat ik was bij Occupy hier in Arnhem. En toen kwam er iemand van de gemeente kwam langs. En die zei, wie is de leider? Ja, en het antwoord was van ja, die hebben we niet. We hebben hier onze tentjes opgeslagen en nee, we hebben geen leider. Dat is gewoon niet waar. En toen zei die man, ik weet zijn naam, denk ik, nee, zijn naam weet ik niet. Maar een beetje een lange man met een goede hairdo. En die kwam langs om een uurtje of 5:30 in de, ja, het begin van de avond. Ja, het moet toch. En toen is Ton Loef, die de naam mag ik noemen, een hele goede blok. En die zei, ik word wel de leider. Dan, als het dan toch moet, dan ben ik het dan. Onschuldige man. Dus. Maar voor de rest, Occupy. Ja. De gemeente ging lullig doen, alles moest opgeruimd worden. Toen heeft het nog een kort vervolg gekregen naast het politiebureau. Dat was best grappig. Dat heeft Sabine voor elkaar gekregen. Dat vond ik erg leuk. Maar het gaat allemaal nergens over.
protesteren tegen het systeem. Dat is leuk voor zover je daarmee een gemeente creëert. Dat je samen kan komen. Ik was een keer bij Occupy. En toen kwam er een jongen langs en die kwam naast me zitten. En ik zei van, hallo, hoe gaat het met jou? Nou, zei hij, het gaat best wel aardig. Ik leef al 5 jaar lang op straat. Jeugdzorg doet helemaal niks voor mij. En ik vind het fijn dat ik nu even in een tent kan zitten, want ik heb geen geld om naar het café te gaan. Ik zei, ja, waar ga je vanavond dan slapen? Oh, zei hij, vanavond is geregeld. Dan mag ik slapen bij een vriend. Ik zei, mooi zo. Happy for you. Kijk, dat is een gemeente. Ik kon niks doen voor die jongen. Ik kon wel janken, by the way. Ik had geld genoeg om die jongen te onderhouden. Maar geen tijd. Weet je hoeveel tijd een kind kost? En ik had al een kind. In mijn eentje. Want die moeder die doet alleen maar leuke dingen. Die wil de hele tijd naar een museum. Of een museum. Leuke dingen bekijken. Leuke dingen doen. Ik moest al zorgen voor in mijn eentje voor mijn kind. En dan nog een kind erbij. Zo man. En waar zou die moeten slapen? Want mijn dochter die sliep in die tijd 2,5 nacht gemiddeld bij mij. Ja. Moeten ze dan een kamer gaan delen? Ik moest die jongen overlaten aan zijn lot. Maar gelukkig kwam er nog een andere jongen binnen. En die nam een zakje speed mee. Want iedereen nam wat mee. Hè? Wat bier of vaccinelichtjes. En hij had als cadeau speed. En hij zei, dit heb ik zelf gemaakt. Hij heeft het ook zelf gebruikt. En ik was de eerste die het gebruikte. En ja, als je toch speed krijgt. Even kijken hoe het smaakt hoor. Ik had het nog nooit gedaan. Gewoon een vinger er doorheen en een rommel in je mond. Bitter man en ijzerig. Heavy stuff. De volgende dag was ik doodop. Ja, vind je het gek? Dat is de kater die je krijgt van de speed. Dus hou er even rekening mee. Dat als je speed in je mikken stopt. En de volgende dag heb je een vrije dag geboekt. Want anders dan put je je lichaam uit. Dat moet je niet doen. Alan Watt doet geen drugs, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat hij rookt. En af en toe een glas rode wijn drinkt, dat dan wel. Koffie doet hij denk ik ook. Het is een hele lieve, informerende mens. Die goed vertelt waar onze samenleving... Waar onze samenleving op wordt aangestuurd. Heel veel mensen denken van, ja, maar ik mag toch stemmen? In wat voor zin eigenlijk? Ja, want in Amerika, als ik daar zou wonen, dan mag ik stemmen voor de Democraten of de Republikeinen. En als ik in Rusland woon, dan mag ik stemmen voor... Maar er wordt een agenda uitgerold. Die is erg voelbaar. Voor de gevoelige mens, by the way. En de agenda houdt ook in dat wij ongevoelig worden.
Want dan hebben wij niet in de gaten wat ze doen. En de gevoelige mens, de waarnemende mens, die ziet het. En die denkt, oh my god, what are they doing? En ze doen het. Zonder meer. Of je het nou waarneemt of niet. Ze doen het. En of je dan nou... Ja, je kan het onder ogen zien en depressief worden. En dat je denkt, ik wil het liever niet onder ogen zien. Dan ben je net zo iemand die dan zegt van ja, ik wil wel gefusilleerd worden. Doodgeschoten is dat. Hè? Maar dan wil ik liever een blinddoek om. Zodat ik niet weet wanneer ik doodgeschoten word. Dat het een surprise party is. Ja, en ik zeg, haal die blinddoek van je hoofd. Snorri hoor, maar dat zeg ik wel. En Alan Watt, dat is dus niet een bijbelgelovende christen. Maar hij weet wel van de katholieke kerk. En in de Bijbel staat het verhaal van de kerk die zou komen. En die is gekomen. Het is de straf van God. Het is voor ons mensen belangrijk om de consensus te vinden. Ras doet er niet toe. Seksen doet er niet toe. Grote oren, kleine oren, flapneus, spleettanden. Doet er niet toe. Dat is de consensus die in de Bijbel staat. En het heeft geen enkele zin om de Bijbel opnieuw te gaan lopen schrijven. Want je kan de Bijbel niet verbeteren. Dat is een erg zorgvuldig boek. En voor de rest heb je dan de antichrist. De Bijbel is, in kort uit te leggen, het Oude Testament. Dat is het grootste deel van de Bijbel. Ongeveer 90% qua pagina's. Dat is het oude convenant. Dat heet de wet en de profeten. Dat is ook moord en doodslag. Dat was het oude convenant. Dat God tegen ons zei, bijvoorbeeld door Mozes. Maar Samuel kon er ook wat van, hoor. En dat was kill the mofos. Ze doen dat. Oké, allemaal afslachten. Nou, we hebben geslacht, hoor. Nee. Lees Numeri, hoofdstuk 31, alsjeblieft. En dan begin dan het boek Numeri bij hoofdstuk 1, natuurlijk. Dan heb je Numeri hoofdstuk 1, Numeri hoofdstuk 2, Numeri hoofdstuk 3. Nou, onze weiter. Tot en met hoofdstuk 30. Nou, daar ben je er klaar voor. En dan gaan we 31 in. Yep. Nou, dat oude convenant, dat is vervuld. Met het nieuwe convenant. Dat heet het Nieuwe Testament. Waarin Christus, de Zoon van God, tegen ons zegt, ik ben de vervulling van het oude convenant. En we gaan nadenken over het liefhebben der vijanden. Hoe doe je dat? Hoe ga jij je vijand lief hebben? Dat is Christ, of Christus, of Christus. Christus, Jezus. Jezus Christus, maakt me ook geen fok uit.
daarmee is gedefinieerd wat de antichrist is. Want er is een organisatie van mensen en die zijn anti dat idee. Geen enkel moment zullen ze erover nadenken of dat je je vijanden zou moeten liefhebben. Die vraag vinden ze onbelangrijk, want een vijand is er om te slachten. En het oude convenant was om dat soort mensen te slachten. Het slachten der slachters. Het nieuwe convenant is dat wij die slachters medelijdend moeten aanschouwen. Empathisch. Medelijden met die mensen hebben. Wat Christus Jezus heeft gezegd bij zijn heengaan, zijn lichamelijke heengaan, toen hij aan het kruis hing, toen heeft hij gezegd, zodat iedereen het kon horen, dan heeft hij gezegd, God, dat is de Vader van Christus, God, vergeef het hun. Dat waren de mensen die een bammetje aan het eten waren om te kijken hoe het lichaam van Christus Jezus spijkers hing. Dat was hun. Hen, mag je ook zeggen. Vergeef het hen. Inclusief die Romeinse soldaten die hem... we helpen je wel even, want je kan niet zelf je spijkers door je handen slaan. Nee, dat kan niet, want dat kan je doen met één hand. Denk ik. Maar als die ene hand vastgespijkerd is, dan hoe ga je dan je andere hand vastspijkeren? Dus dat moesten Romeinse soldaten doen. Dat is niet zo leuk, hè, om te doen bij een ander mens, of wel? Nou, ik zeg het maar. Maar toen heeft Christus gezegd, Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is het christendom. Ik zie hetzelfde met Alan Watt, daar gaat het over. Alan Watt bespreekt uitstekend hoe het in elkaar zit. Hij weet van Charles Darwin, dat is onzin. Even naar Darwin dan terug, en dan ga ik afsluiten. Charles Darwin, die was van de familie Darwin. De familie Darwin, dat zat ook Charles Galton Darwin, dus van the next million years. Maar dat waren. Ja, dat is die in-crowd. Die hebben Charles Darwin op een boot gezet. Dat was een militair schip. Ja, die lag toch maar een beetje in de haven te dobberen, dus wat maakt het uit? En Charles Darwin is gestuurd naar de Galapagos-eilanden. Op die boot. En hij moest bewijsmateriaal vergaren voor het boek The Origin of Species. Want dat boek was al geschreven. Zonder enig bewijsmateriaal. En Charles Darwin is op dat schip gezet en die zou wel eventjes gaan zeggen dat het allemaal waar was. En die kwam met die mooie constatering dat er op de ene Galapagos-eiland was een vink en die kon prima nootjes eten. En op het andere Galapagos-eiland was een vink en die kon prima insectjes vangen. En de bekjes van die twee vinkensoorten waren verschillend, maar het was één vinkensoort. Dus stamt de mens af van de atomen. Dat is de allergrootste onzin die ooit is opgeschreven. En wij eten dat. Wij denken gelijk, oh mooi. Oh, dus er is geen
Er is geen algemeen principe. Er is geen noodzaak voor moraliteit. Nee, het is allemaal atomen die een beetje survival of the fittest lopen te doen. En het ene atoom, dat is wel fit om te surviven. En het andere atoom niet. Nou, en dan sterven die atomen die niet geschikt zijn om te overleven. Die atomen die sterven allemaal. Dat wordt een atoom trouwens als het sterft. Dat is het. En iedereen vindt het geweldig. Want dan hoeven ze niet meer moreel te zijn. Waarom? Moraliteit binnen het Darwinisme is een kwestie van cultuur. Ja, de ene mens die doet wel liefdevol en aandachtsvol naar zijn kind. En de andere mensensoort, ja, niet. En nu gaan we kijken welke het meest geschikt is om te overleven. Ja, snap je hem? Dit is een scam. Een oplichterij heet dat. En dat doen ze. Elke dag. Ik programmeer op een Macintosh. En dat operating system wat eronder zit, is gebaseerd op Unix. En met Unix is niks mis. Maar op mijn Macintosh heet het Darwin. Snap je hem? En dat wordt elke keer weer herhaald. Dus voor in 2012 of zo. Dan was het Darwinjaar. Ja, waarom? Voor wat? De mensen van de familie Darwin mochten alleen maar wipper de wipper met mensen van de familie Wedgwood. En Wedgwood is die familie die het patent had of zo. Op een servies van porselein. Brits porselein. Mijn moeder die wilde dat ook. Ik wil ook Wedgwood. Ja, die hele mooie. Dat kostte klauwen mijn geld, man. Om de familie Wedgwood een beetje in leven te houden. Kortom, de familie Darwin en de familie Wedgwood, die stonden onder de paus. Die stonden onder de antichrist. Dat zijn viespeuken. Dat is meelopen. Ze lullen een beetje in de ruimte met een evolutietheorie. Er is helemaal geen evolutie. Ben je maf? Ja, maar Piri, evolutie gaat heel langzaam. Oh, ja joh. Ja, het gaat zo langzaam dat je het niet kan zien. Oh nee, nu word ik vrolijk. Dus ik moet geloven in iets wat ik niet kan zien. Ja, want het is de familie Darwin, namelijk. En die. en die zijn te vertrouwen. en bij jou, Perry, daar heb ik mijn ernstige twijfels over, want waar zijn jouw bewijzen? ik geloof liever in de theorie van Charles Darwin. het was niet eens de theorie van Charles Darwin. Dat was al lang geschreven. En Charles Darwin is op die boot gezet van ga bewijzen zoeken voor deze theorie. Een oom van hem of zo heeft dat boek geschreven. Ongelooflijk stom idee. Het kan helemaal niet. Er is zoiets dat heet thermodynamica. Wat het nou precies is, het is een mengeling tussen. Ja, het is eigenlijk een soort van colloïdchemie en wiskunde. De tweede hoofdwet van de thermodynamica, die gaat over entropie. En die wet dicteert dat in een afgesloten systeem de hoeveelheid informatie. Ik zal zo dadelijk uitleggen wat ik daarmee bedoel. Verminderd. De tweede wet van de thermodynamica over de entropie, die dicteert dat als jij koffie drinkt met melk, dan heb jij een
die vloeistof is zo goed als zwart. En doe je melk doe je erin. En neem je koffiemelk. Van die lekkere, dikke melk. Die je niet kan schiften. Geprocesde melk, koffiemelk. Nou, dan doe je koffiemelk erin. En dan zie je die koffiemelk eerst als, ja, als een soort van een lijntje of zo met een boogje. En dan neem je je lepel. Ja? En dan ga je langzaam roeren. En dan wordt de hele de inhoud van dat kopje, dat wordt bruin. En niet zwart. Ja? Dus je kan zo zien of koffie zwarte koffie is of dat er melk in zit. En in eerste instantie kan je precies zien waar de melk zit. Maar uiteindelijk verdeelt die melk zich door dat hele koffiegebeuren. En dan is het bruin. Of lichtbruin of zo. En dat is onomkeerbaar. Op het moment dat jij je koffiemelk in de koffie giet en je ziet dat sliertje, dat noemen we orde. Want je kan zien waar de koffie begint en waar de melk begint. Er is een duidelijk onderscheid tussen melk en koffie, want het is niet hetzelfde spul. Daarna komt de chaos. Want dan wordt het totaal bruin. En weet je niet meer waar de koffie zit en waar de melk zit. Dan zit de koffie door de melk heen en dat gaat nooit meer uit elkaar. Dat is de tweede wet van de thermodynamica. En die is bewezen. Ja, met koffie al. Dat kan je herhalen zolang je wil. Altijd hetzelfde resultaat. En je kan ook, daar doe je dat, dat heet dan dus die thermodynamica. Daar kan je formules op zetten. Met een bepaalde voorspellende waarde. Dus een model overmaken. Het bestaat. Dat is geen grapje. En Charles Darwin die zegt, die theorie van hem, van nee, kijk, het is zo, in een chaos krijg je automatisch orde. Nee, helemaal niet. Hoe kom je erbij? En dat begint dus, die tweede wet van de thermodynamica, die begint met het begrip een afgesloten systeem. Binnen een afgesloten systeem neemt de entropie toe, denk het wel. Chaos. Dus elk systeem wat in orde wil blijven, daar moet van buiten iets inkomen. Anders vervalt het tot chaos. Nou, dan geef ik jou de puzzel. Is het universum een afgesloten systeem? Zo ja, dan vervalt het tot chaos. Uit onze empirische empirie. Dat is onze waarneming. Wij weten dit. De tweede hoofdwet van de thermodynamica is, dat kan je niet weerleggen. Dat lukt je niet. Dus als het universum een afgesloten systeem is, dan vervalt het tot chaos. Dat betekent dat alles wordt één grote mismatch. Nou, in die gedachte kan je lekker naar bed gaan, hè? En je afvragen of het universum een afgesloten systeem is. En bereid je dan voor op de chaos. En Alan Watt, die zou nu zeggen, from Ontario, I say goodbye. En vroeger zei hij dan ook nog de naam van zijn hond erbij. Maar die is denk ik inmiddels overleden. Maar ga op zoek naar die oude uitzendingen dat Alan Watt nog een hond had. En die heette Hamish of zo. I say goodbye, have a good night. And may your God or gods be with you. Nou, ik ga niet zeggen dat de goden bij jou mogen zijn. Ik zeg tegen jou, in de trant van Alan Watt,
ga lekker slapen. En hoop dat God jou vindt. En op zijn ergens zeg ik op zijn hamburgs. Tjus. En dag lieverds.